Het juiste antwoord. Helaas, je antwoord is fout. Het juiste antwoord, Jeremy. Ben je niet op mij geabonneerd? Vieze, puile, tieve, boef. Ik ben ook niet geabonneerd. Vieze, puile, tieve, boef. Nee. Oh, shit. Je had beter gekund. Kan je het beter? Jezus. Neem een grote slok cola. Dit kan je beter, Link. Ik geloof in je. Chuck, 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 chuck. Kijk, dat is... Oh, je keeps going. Kijk, dat is mooi. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Joost op vrijdag. Vandaag... Welke dag is vandaag? Het is vandaag vrijdag. Echt niet. Maakt niet uit. Okay. We zitten op quizvraag.net. Is wie ons gesponsord door quizvraag.net? Dat was de manager. Nee, geld. Wil je we gaan quizzen doen met elkaar. Ja. Over dieren? Wat is dit? En de boten. Ja, het staat op dit antwoord. Shit, dat is niet de track, Link. Anne Frank quiz. Wanneer valt de Duitse leger in Nederland binnen? 1940. Oké. Wow! Jij weet zo van Anne. Ik heeft ook niks met Anne Frank te maken. Ik wil geen Anne Frank quiz maken, Link. De Duitse bezetters bedenken maatregelen om Joden het leven moeilijk te maken. Joden zijn te herkennen aan... Een grote neus. Dat staat er niet bij. Man, aan hun gele ster op de kleding. Oké, dat heb je helemaal goed. Duimpie. Zie je, deze website zegt wat je hier moet doen op deze video. Als je deze goed hebt, dan heb je alles goed. Oké. Spanning is zo. Waarom gaan veel Joden tijdens de oorlog onderduiken? Antwoord A. Omdat ze niet meer mogen op straat. Antwoord B. Als bescherming tegen de bombardementen en beschietingen. Antwoord C. Omdat ze anders door de Duitsers worden opgepakt en weggevoerd. Wat denk je? Antwoord C. Wil je de hulplijn inschakelen? Ik doe een scheet. Dat was een boer. Ik wil eigenlijk wel de hulplijn inschakelen. Ja. Maar we gaan niet nu al de hulplijn inschakelen. We beginnen net met deze quiz. Oké. Later gaan we de hulplijn inschakelen. Maar ik ga nu voor antwoord C. En antwoord C is goed gekeurd. Je hebt nu 30 euro verdiend. Ja. Yeah. Stop of doorgaan. Stoppen, geef je die 30 euro. En we gaan door. Oh, goeie keuze. Waar duikt de familie Frank onder? On your man's pussy. Oh! In het achterhuis van het kantoor van Anne's vader Otto Frank. Hey! Hey, ik ben wel goed in geschiedenis, dames en heren. Het is wel te zien, maar ik mag nu stoppen. Ik wil een andere kus doen. Wil jij? Ja? 40 euro of doorgaan? Ik wil die 40 euro. We gaan door. Link. Achter welk meubelstuk werd de toegang tot achter? Boekenkast! Oké, ik kijk niet eens. Hij is goed gekeurd. Yeah. Doorgaan of stoppen? Laat me hier vandaan. We gaan door. Nog 4 vragen. Link, houd me vast tegen mijn wil, dames en heren. Bel de politie. Wereldberoemd. Ik ben ontvoerd. Om haar dagboek. Ik ben Anne Frank. Hoe noemt ze haar dagboek? Oh, hoe noemt ze haar dagboek? Heeft ze een fucking dagboek een naam gegeven? Ja, die weet ik gewoon. Echt waar? Ja, die weet ik gewoon. Is het Betsy? Fucking mensen. Ik ga voor antwoord C, Margo. Wil je een hulplijn schakelen? Ja, eigenlijk wel. Bel iemand. Maar het is nu te vroeg. Je mag niet iemand bellen. De video duurt pas 4 minuten. Ga iemand bellen. Wie ga je bellen? Wie is slim? Oké. Ik ga Duncan bellen. Duncan? Duncan is een succesvolle YouTuber. Jongen, hij heeft niet eens een blinde darm. Maakt niet uit. Hij mag er wel geen blinde darm hebben. Ik ga hem bellen. Ik wil graag het gesprek openen. Jij? Oké. Hallo. Hey Duncan, welkom bij kennenwijannefrankheelgoed.com. Wij hebben jou als hulplijn ingeschakeld op een bepaalde vraag. Joost heeft zo meteen 20 seconden om jou de vraag voor te stellen en de antwoorden te vertellen. En dan jou te vragen welk antwoord goed is. Zo weinig tijd. Ben je er klaar voor om hem te helpen? Ja. Oké, je tijd gaat nu in. Anne Frank heeft de dagboek een naam gegeven. Hoe heet het dagboek? Kitty, Betsy of Margot? Betsy. Ja, tijd was om. Betsy. Betsy? Betsy. Betsy? Hij zei het, ik hoorde de B uit zijn mond die komen. Kom maar. Het spijt me, Joost. Maar het antwoord is fout. Het was Kitty. Duncan, you ruined it for me. Het is fout. Mag ik nu mijn 40 euro aan? Kitty. Ja, ik dacht zelf Margot. Maar Duncan zei Betsy. Maar je moet denken aan de Kitty. Was dat de hint? Nee. Mag ik nu mijn geld? Maar we gaan door. Ja, vraag 7. Wat wil Anne graag worden als ze later groter is?
Zangeres. Dat is jammer fout, want ze wou graag een schrijfster worden. Ja, ik dacht, dat is te straightforward. Dat ze schrijft een fucking dagboek. Nee, okay. Joost. Heel slecht. Okay. Je gaat echt downhill from here. Ja, ik merk het. Anne en haar familie. Ja, werden... kijk nou. Duncan zegt, het was Kitty. Laat het even zien. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Er staat daar, het was Kitty. De hond komt nu pas met zijn verbetering. Ja, te laat. Ik ga het ook gewoon zeggen, hoor. Maar Joost, Anne en haar familie werden verraden. Krijg 1 miljoen en geld naar van je. Een concentratiekamp gestuurd. Ja. Wanneer stierf Anne? Ze was in maart 1946. Nee. Hoe oud was ze toen ze sterft? Ik denk dat ze 15 was. Wow. Nee, ze was 14. Nee. Wow. I don't know, man. I know. Do you know? I do know. Waarom weet je dit soort dingen? Wil je een 50-50 hebben? Ik wil een 50-50. Dat kan niet. 50-50 kan niet in deze situatie. Ik wil 33.33333. Ik ga eentje weghalen. Oké, oké. Ze was geen 16. Niet? Nee. Oké. Ja, dat was een beetje mijn debat. Maar in 1945 was de oorlog over. Mm-hmm. Maar ik weet niet overal in de hele wereld. Ze hebben op sommige plekken niet. Maar ik ga toch voor maart 1944. Dat was dus 14 jaar. We gaan kijken of het antwoord goed is. Het antwoord was fout. Dat was 15 jaar. Je had de hulplijn gebruikt. Maar toch wist je dit gewoon niet te poelen. Het spijt me, Joost. Gaan we verder? Ja, we gaan gewoon door. Wat is dit? Je bent heel slecht. Welk familielid van Anne overleeft als enige de oorlog en geeft haar dagboek later uit? Ik ga voor haar zus, Margot. Margot heet ze. Margot. Nee? I'm going for dan Margot. Dan ben je fout, want het is Otto Frank, want hij was de vader. Echt waar? Ja, hij overleefde. Really? Ja. Ik had een documentaire gezien, toen zag ik een vrouw lullen. En die zei dat ze Anne Frank kende, dus ik denk, het moet zo ja, een vrouw zijn. Ja, misschien kennen, maar de vader leeft als enige. Man, die is die nu dood. Ja, die is nou wel dood. Ja. Die is nu wel dood. Ja. Maar, jij bent fout. Dit is de all or nothing. Echt waar? Waar of niet waar? Het achterhuis waar Anne Frank was ondergedoken is nu een museum. Waar? Wil je een hulplijn inschakelen? Nee. Dat krijg je ook niet, want het is natuurlijk waar! Je hebt een score van 60. Ja, maar ik wil gewoon mijn 40 euro hebben. Ja, dit pech. Die heb je nu niet gekregen. Ja, man. Geef me een quiz over Pokémon. Deze Pokémon is roze en ze houdt erg van zingen. Wie is deze Pokémon? Dit is Jigglypuff. Oké, deze Pokémon is een elektrische soort. Hij hoort tot de muisachtige. Hij komt van Pokémon X en Y. Welke Pokémon is het? De Denne. De Denne? De Denne. Deze Pokémon slaapt 18 uur wow. per dag. Dat is toch wel genoeg info. Ja, waarom staat Snorlax er niet tussen? Dat is geen Snorlax. I'm going full Abra. Full Abra? Full Abra. Oké. Deze Pokémon is een soort van evolutie van Eevee. Een soort van? Een soort van. Hij is gewoon een evolutie van Eevee. En het is een fairy soort. Dat is Sylveon. Oké. Deze Pokémon is één van de starters Pokémon. Hij is een vuur Pokémon. Welke is dat? Dat is natuurlijk Bulbasaur. Nee, het is Charmander. Charmander. Deze Pokémon komt voor in de eerste Pokémon film. Het kind van Mew. Skip deze vraag. This is not accurate, Link. Deze quiz is niet gebaseerd op feiten. Gyarados. Go full Gyarados. Ja, Mewtwo, oké. Dat is niet waar. Ja, clone, boeien. Man. De trainer van deze Pokémon heet Brock. Het is een vuursoort. Ja, had Brock een vuursoort? Ja. Echt waar? Ja. Vulpix? Ja, maar wat had de Onix en Judo tussen? Zo dom. Ja, jongen, hij dacht ook dat het kind van fucking Mew. Deze Pokémon is één van de starters. Deze Pokémon is een ijs-Pokémon. Twee vuur-Pokémon, een water-Pokémon en fucking Piplup. Oké, deze Pokémon is erg prachtig. En het is een vis. Dat is compleet gebaseerd op meningen, Link. Hou je mond. Mew, nee. Het is Gyarados. 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 Vind je Magikarp niet mooi? Ja, ook wel. Deze Pokémon is een hond. Welke? En hij is een vuur-Pokémon. Ja, maar de Growlithe en Arcanine zijn allebei honden. Hond. Welke van twee? Ja, Growlithe is de grootste hond. Geef hem maar. Wow, dat is de kleinste. Ja, maar de grootste hond, omdat het een kuthond is. Deze Pokémon is een hele beroemde elektriciteit. Pikachu. Ben je Magikarp? Ja. Deze Pokémon is een neushoorn. En hij is mooi. Een neushoorn. Rijhoorn. Rijdon. Gaan kijken naar het testresultaat. Jij bent... Who's that Pokémon? Je bent een Pokémon. Wow, welke had ik fout? Scroll naar beneden. Het is Rijdon. Ah, oké, dus één. Verklaring is nee. Magikarp is een mooie vis. Magikarp is gewoon een mooie vis. Wat een kut quiz. Dat is maar één vraag. Oh nee, 10, oké. Wat is afkorting van Joost wil spellen? J-O-S-P-S-P. Wacht. Want ik zeg Joost, ik ga harder dan de rest. En ik zeg J, speelt S en ik ga harder dan de rest. Wat is de eerste zin van het liedje van de 100k special? Weet jij dat, Link? Ja, het is zover. Joost heeft 100.000 subs. Ook plaatjes erbij gedaan, dat is wel mooi hoor. Wie zit er in zijn squad? Enzo, Milan, Link en Joost. Ik ga voor 3.
Nee, wat doe je nou? Je zei dat als eerst. Ga terug. Hoeveel Super Mario Makers heeft Joost? Hoeveel heb je er, Joost? Er komt er vandaag nog hoeveel een... heb je er? Er is er gisteren in online 16. gekomen. 16! Dat klopt niet. Hoe heeft Joost merchandise? Hij... Ja? Ja. Waar kan je die kopen? Op jss-shirts.nl. Oké, okay, op wie is Joost geabonneerd? Wie ben je geabonneerd? Op allemaal. Ja? Ja, ik ben op ze allemaal geabonneerd. Maar je bent sowieso op mij geabonneerd. Dat wel, ja. Enzo of Ronald? Doe maar Ronald. Oké. Okay. Arm Enzo. Waar staat... Wat staat er allemaal op Joost en banner? Oh, wat staat er op mijn banner? Oh, ik dacht... Waar staat Joost op de banner met welke kanalen? God damn it, man. Ja, de laatste. Ja, oh. Social media zit er niet bij. De laatste link. De foto is mooi, hoor. Ook een game niet. Ja, lekker. Uit een screenshotje gewoon. Ja, mooi. Het is mooi. Doe maar gewoon, ja. Al eens opgenomen met Don. Kijk allemaal op mijn Hurt World serie met de heer. Punt. Nee, niet punt. Man. Hoe lang heeft Joost zijn YouTube kanaal? Do you know this, Link? Do you know this? Je hebt het wel fout. Echt waar? Dat was 2012. Hoe moet ik dat dan weten? Ja, dat vroeg ik aan je. Van, do you know this? Wat is deze eigenlijk? Het juiste antwoord. Helaas, je antwoord is fout. Het juiste antwoord Jeremy. Ben je niet op mij geabonneerd? Wie zijn fouten, team en boem? Ik ben ook niet geabonneerd. Wie zijn fouten, team en boem? Ja! Ah! Oh shit. Help. Joost ligt op de grond. Nee! Joost. Goed zo. Hier, ik heb een muts. Alsjeblieft. Hallo. Welkom terug. Oké, nou moet jij een quiz over jezelf doen. Wat is dit? Oké, Joost. Ja? Heb ik een kat? Heb jij een kat? Heb ik een kat? Nee. Je had er wel ooit één. Twee zelfs. Twee zelfs, damn. Twee zelfs. Link zijn vogel heet Coco. Man, dit is een Belgie. Noemd. Gemaakt door een Belgie. Link zijn vogel noemt Coco. Ja hoor, sampig. Link draagt vaak een rode muts in zijn video. Draag ik vaak een rode muts in mijn video? Is deze muts rood, Link? Nu wel. Shit, dat duurt veel te moeilijk met editen. Veel plezier. Fout. Link heeft minder dan 100.000 abonneentjes. Waar? Jammer, Link. Wow, zo. Zo weinig abonneentjes. Link heeft net de 1 miljoen aangetikt. Dus even aantikken, weet je. Dit is echt een kut Quincy. Jij bent kut Quincy. Wow, veel moeite om zijn greenscreen goed te zetten. Wat? Hoezo nou weer? Omdat je altijd van die fucking Edgars hebt over je hele dat lichaam. Dat maakt niet uit. Jawel. Dat is leuk. Jawel. Link heeft al een keer een video opgenomen. Hoe heet je vriendin, Link? Nicky. Ik dacht Harm. Nicky. Man. Hier is een foto van Nicky. Welke van de twee? Dit zijn mijn twee vriendinnen, Nicky's en Nicky. Je hebt er twee? Ja, ik hou heel veel van ze allebei. Oh man. Link heeft een groot prakkanaal. Hallo, mijn naam is Link Tijger. Vandaag prakken we bloemkool. Het is een lekker prakkie gemaakt door mijn moeder. Ik heb hier mijn vork en dan gaan we. Zoals je ziet is dat de bloemkool lekker door elkaar prakt met de aardappels. Waar? Link is een beginnende YouTuber. Helemaal waar. Link, je verneukt me hele quint. Stop. Link heeft nog nooit Minecraft punt gespeeld. Je hebt wel Minecraft gespeeld, maar niet Minecraft punt. Jezus. Jee, we gaan weg. Nee, we hebben nog één quiz. We hebben nog één quiz, dat is hier. Ben jij goed in Minecraft? In Minecraft zijn er geen konijnen. Maar terwijl Link Pokémon gaat spelen, ja. Wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Joost op vrijdag. We hebben lekker quizjes gedaan. Vond jij het leuk? Doe dan een duimpje omhoog voor Anne Frank. En dan zie ik je in de volgende aflevering weer. Voor wat ik ooit zou maken. En Link gaat... We gaan eens even kijken naar Link's startdeck. Roos! Ponyta gaat op tafel. Later.